verschrikkelijke opmerking die ik nu ga maken. Je voelt hem aankomen? Ja, dan doe ik het. Zondag 2:30, tijd voor de klassieker. Het is aftellen geblazen. En het is misschien wel een van de belangrijkste edities van de afgelopen jaren. Want Feyenoord kan een gat van 8 punten slaan. En aan de andere kant is er het verhaal van Alfred Schreuder. Mag hij blijven zitten als Ajax verliest? En daar gaat deze video over. Daan van voetbalnieuws.nl, redacteur. Wat zijn nou die laatste geluiden? Mag Schreuder blijven zitten als hij bijvoorbeeld verliest van Feyenoord? Ja, er zijn wel genoeg journalisten die nu wel echt zeggen dat als ze verliezen van Feyenoord, dat het dan gewoon klaar is met Schreuder, dat hij dan weggaat. Ja? Ja. Zoals? Ja, bij Voetbal International zeggen Simon Zwartkruis en Marco Timmer zeggen het. En ook Valentijn Driessen iets mindere mate. Die zegt bij 4 of 5-0 dan vliegt hij eruit. Ja, dat zijn toch wel stevige uitspraken. Ja, steeds minder mensen die er gek van opkijken als Schreuder moet vertrekken. Wij belden zelf even met oud-Feyenoord-trainer en oud-Ajax-speler Jaap Stam. En die zei er dit over. Die kans is aanwezig. Zo reëel moeten we ook gewoon zijn. Er is natuurlijk heel veel te doen om Ajax en ook om de trainer. En je weet ook bij een club, nou ja, bij elke club, elke topclub in Nederland sowieso speelt dit. Van als je het niet goed doet, nou ja, dan gaat men praten en dan gaat iedereen zijn zichtje doen. En dan worden mensen onrustig. En uiteindelijk is het dan vaak de trainer die het moet ontgelden en gaat hij eruit. Er zijn ook bepaalde verwachtingen gewoon. En ja. we hebben het net al kort aangestipt. Als jij zoveel investeert en je haalt zoveel spelers en je hebt zo'n selectie tot jouw beschikking. Ja, dan verwacht men ook dat je mee gaat doen om het kampioenschap, wat logisch is. Ja. En als dat niet zo is en je raakt zover achterop. Nou, dan weet je ook dat uiteindelijk een keer dit kan gaan gebeuren. Als trainer zijn, dan weet je dat ook. Is het niet zo dat je daarvan gewoon wakker moet gaan liggen en rekening mee moet gaan houden allemaal. Want je moet gewoon je eigen ding blijven doen. Maar uiteindelijk, als de resultaten er niet zijn, nou ja, dan wordt er over gesproken. En dan zullen ze ook een beslissing gaan nemen. Ja. Dus als ze niet gaan winnen, nou ja, dan is de kans natuurlijk aanwezig dat de laatste wedstrijd is geweest van Schreuder. Nou werd er tegen Twente ook niet gewonnen. En Schreuder zei dat heeft te maken met onder andere ja, nervositeit. Iets wat toch wel opvallend is als je tegen Twente speelt thuis. Zullen ze ook nerveus zijn, denk ik, als ze naar de Kuip moeten zondag. Ja. Dit is wat Schreuder zei na afloop tegen Twente. Dat is niet iets wat we zagen aankomen. Dat als je ons ziet trainen. En dan is de druk van de tegenstander veel groter op de training. Alleen het heeft dus wel met nervositeit te maken. Maar waar verklaar je die nervositeit aan dan? Ja, dat gaan we ook met die jongens bespreken. Ja, toch wel op zijn zachtst gezegd een beetje opmerkelijk te noemen. Als je nou kijkt naar de afgelopen jaren, wat zijn nou voorbeelden van trainers van Ajax die ook werden ontslagen om bijvoorbeeld soortgelijke situaties? Want, ja, in de afgelopen 20 jaar heb je 2 trainers die zijn ontslagen bij Ajax. Nou, raad maar. Sowieso Marcel Keizer. En Van Basten, denk ik dan? Nee, niet Van Basten. Was Danny Blind destijds. Dus, Danny Blind? Oh, ja, natuurlijk. Danny Blind inderdaad. En Van Basten die nam dan zelf ontslag. Is het natuurlijk wel zo dat er veel trainers bij Ajax zijn ontslagen of ontslag hebben genomen die anders ontslagen zouden worden. Ja. Als je kijkt naar de afgelopen, nou, zeg 10 jaar. Er wordt geschreven van dit is een ongelooflijk slecht seizoen voor Ajax. Maar als we nou even in de cijfers plaatsen, is dat inderdaad ook zo? Ja, dat is echt wel zo. De afgelopen 10 jaar hebben ze eigenlijk één keertje hebben ze op dit moment, na 16 wedstrijden, minder punten gehad. En toen stonden ze tweede achter, nou mag jij raden wie? Vitesse, ja. Ja, nou ja, dat klopt als een bus. Heel erg verbaasd dat je dit goed hebt. Maar nou ja, dat is best wel bijzonder dat je dus in de afgelopen 10 jaar heb je gewoon elke keer ja, meer punten. En ja, vaak zelfs een stuk meer punten gehad na 16 wedstrijden. En nu sta je gewoon derde met 33 punten. Ja, dat is dramatisch. Feyenoord is in ieder geval gebrand om die wedstrijd te winnen uiteraard. Want ik zei het al, het gat kan dan 8 punten worden. Ja. Ja, trainer Arne Slot die heeft er zin in. Dit is wat hij zei na afloop van de afgelopen speelronde over de aankomende klas. Dan denk ik dat wij met een heel goed gevoel die wedstrijd ingaan. Maar ik denk dat vaak genoeg heeft aangetoond dat de klassieker, een verschrikkelijke opmerking die ik nu ga maken. Oh jee. Je voelt hem aankomen? Ja, dan doe ik het niet. Dan doe ik het niet. Maar het is ook wel eens prettig dat wij hem nu spelen. Vanuit de situatie dat we boven Ajax staan. Stel Feyenoord wint. Is het nou zo dat moeten we nou rekening mee houden dat supporters van Ajax dan de bus gaan opwachten? Nou ja, die kans is natuurlijk wel aanwezig. Ze deden het al toen onder het mindere seizoen met Marcel Keizer en met Erik ten Hag. Toen ze op de laatste speeldag natuurlijk kampioen, PSV werd kampioen toen, 3-0.
Toen hebben ze dat was eigenlijk dat was het eerste seizoen van Ten Hag, toch? Ja, dat eerste halfjaartje inderdaad. Ja. Nou, dat was eigenlijk de laatste keer dat ze de bus hebben opgewacht. Nou, dat zegt ook wel iets over de prestaties van Ten Hag. Zeker. Maar ja, dat deden ze toen al. Toen werden ze tweede en eigenlijk niet eens heel veel achterstand op PSV. Mm-hmm. En nu sta je gewoon echt dan straks 8 punten achter op Feyenoord. Dan moet je het maar zien te redden. Ja. Ik sluit niet uit dat de supporters dan... Zeker, wat er allemaal is gebeurd natuurlijk afgelopen tijd in het stadion al, wat er al gezongen is. Ja. Eventuele opvolgers, ja, daar kunnen we het misschien langzaam over gaan hebben. Het is misschien wat snel, maar ja. Peter Bos werd het ook al gevraagd bij ESPN. Die vond het niet gepast. Er werd hem gevraagd van, joh, jij denkt er ook wel over na, Alfred Schreuder, als die weggaat, word jij dan de opvolger? Toen vond hij dat inderdaad een ongepaste vraag. Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk wel puur speculeren wat we dan nu gaan doen. Maar eigenlijk weten we allemaal dat elke club toch wel een lijstje heeft. Ja. Dus er ligt altijd een lijstje klaar. Ja, en daar zal Peter Bos zeker op staan. Maar om dan nu andere namen te gaan noemen, dat is inderdaad puur speculeren. Dus dat zullen we ook niet doen, denk ik. Maar dat is het eigenlijk ook over een eventueel ontslag. Al hangt die natuurlijk wel in de lucht. Die hangt wat meer in de lucht. De geluiden die worden steeds sterker, ook vanuit de journalistenwereld. Dus dat is wel iets minder speculeren dan een potentiële opvolger, vind ik. Ja, precies. Daan, dankjewel. We gaan het afwachten. Zondag dus die wedstrijd Feyenoord-Ajax, 2:30. Wij maken er meer video's over in aanloop naar die klassieker. En ook na afloop natuurlijk, mocht je die willen volgen, abonneer dan hier even op YouTube. Dat zouden wij hartstikke leuk vinden. Dankjewel voor het kijken. Doe ook even een voorspellingje in de reacties.